Welkom bij de video's van de Artes Hogeschool voor de Kunsten Animaties over online informatievaardigheden. In deze video bespreken we hoe je literatuur op zo'n manier gebruikt dat de juiste persoon erkenning voor zijn werk krijgt. Hoe gebruik je nu eigenlijk literatuur? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste persoon erkent? Over het algemeen moet je in gedachten houden dat het werk van iemand anders gebruiken zonder hier juist naar te refereren plagiaat is. In deze video introduceren we twee gangbare referentiestijlen. De APA-publicatiestandaard en de Chicago-publicatiestandaard. APA staat voor American Psychological Association en hun publicatiestandaard is één van de meest gebruikte binnen de psychologie en sociale wetenschappen. Het is ook de meest gangbare manier van bronvermelden op de Nederlandse hbo's. De EPA heeft ook een uitgebreide, gratis toegankelijke en bijgewerkte website met informatie over dit onderwerp. Deze vind je op www.epastyle.org. We laten je nu een actief en een passief fictief voorbeeld van het gebruik van EPA in een zin zien. Volgens Abra en Cadabra (2006) trekt IDM-muziek voornamelijk mannelijke discjockeys aan, voornamelijk in de subgenres met meer nadruk op harde bas. Dit is een voorbeeld van een actieve verwijzing, omdat de namen van de auteurs en de datum van de publicatie in de zinsopbouw verwerkt zijn. IDM-muziek trekt voornamelijk mannelijke discjockeys aan, voornamelijk in de subgenres met meer nadruk op harde bas. Abra en Kadabra, 2006. Dit voorbeeld is passief, omdat de namen van de auteurs en de publicatiedatum aan het einde van de zin tussen haakjes genoemd worden. Over het algemeen is het een goede richtlijn om 75% actieve verwijzingen te gebruiken en 25% passieve verwijzingen, omwille van de leesbaarheid en algehele stijl. Laten we, nu we de EPA-verwijzingen hebben besproken, naar een voorbeeld in de Chicago-stijl van verwijzen kijken. De Chicago-stijl van verwijzen heeft twee varianten: één met voetnoten en een bibliografie en één met een auteur en een datum. Wij richten ons op de voetnoten en bibliografie variant, omdat deze het meest gebruikt wordt door onderzoekers in de geestenwetenschappen zoals literatuur, geschiedenis en de kunsten. Kijk op www.chicagomanualofstyle.org voor meer informatie. De voetnoten en bibliografie variatie van de Chicago stijl wordt veel gebruikt omdat het minder opvalt in de tekst dan APA. Laten we naar hetzelfde voorbeeld kijken dat we bij het gedeelte over APA hebben gebruikt. IDM-muziek trekt voornamelijk mannelijke discjockeys aan, voornamelijk in de subgenres met meer nadruk op harde bas. Voetnoot 1. Zoals je kunt zien, hebben we een klein eentje aan het einde van de zin gezet, wat heel fijn is voor de leesbaarheid. Nu moeten we onderaan de pagina een voetnoot invoegen, waarin we meer details geven over de gebruikte bron. Deze details verschillen per type bron. We raden je dus aan om precies te zijn en online de Chicago Manual of Style te raadplegen. In zowel EPA als de Chicago-stijl is het gebruikelijk om een gedetailleerde lijst van de gebruikte bronnen toe te voegen. In EPA heet dit simpelweg de bronnenlijst, en in Chicago heet het bibliografie. Beide stijlen hebben een uitgebreide set regels waar je je aan moet houden. Daarom raden we je aan om op de websites te kijken voor de meest recente updates over de regels. Veel mensen kiezen er ook voor om door een computerprogramma of een website het werk van verwijzingen en bronnenlijsten formateren uit handen te laten nemen. Programma's zoals het gratis open source programma Mendeley kan je helpen bij het automatisch genereren van zowel verwijzingen als bronnenlijsten. Echter, je moet ook in deze programma's goed controleren of alles klopt. We hebben hier het verwijzen naar geschreven bronnen besproken, maar er zijn ook andere type bronnen waar je naar kunt verwijzen die misschien belangrijk zijn. Hoe verwijs je bijvoorbeeld op de juiste manier naar een afbeelding, een tabel of misschien zelfs een muziekstuk? APA en Chicago hebben hier beide andere regels voor. We raden je hiervoor dus ook aan om op de websites van de stijlen te kijken. In deze video hebben we het gebruik van bronnen besproken aan de hand van een voorbeeld dat de BAS deed dreunen. We hopen dat dit je heeft geholpen bij de beslissing om Chicago of APA-stijl te gebruiken voor je verslag. Kijk voor meer informatie over informatievaardigheden ook de andere video's die we hierover gemaakt hebben. Vergeet ook niet dat je altijd bij de Artes Mediatheken terecht kunt voor hulp bij het zoeken naar en gebruik van literatuur.